Ik sta hier bij de ingang van het voormalige burgerweeshuis in Amsterdam. Deze prachtige poort die gaf toegang tot het jongens- en meisjesweeshuis. En zoals dit weeshuis waren er vele in Europa. Weeshuizen, gasthuizen, ziekenhuizen. Overal werd uit naam van de naaste liefde door christenen zorg gedragen voor de medemens. Dat gebeurde in Amsterdam in de 16e eeuw, maar eigenlijk al eeuwen eerder. Al sinds de eerste eeuw van de kerk. We staan hier op een hele andere plek in Amsterdam. Dit is de toegangspoort tot het voormalige Rasphuis. En in dit tuchthuis werden misdadigers, maar ook bedelaars en zwervers opgesloten. Hun taak was om hout te raspen, om daar verf van te kunnen maken. In de 16e en de 17e eeuw verrezen dit soort tucht- en werkhuizen in heel Europa. Ze waren bedoeld om mensen op te sluiten, maar ook om economisch onrendabelen aan het werk te stellen. En achter deze poort was het kernwoord niet de caritas, de naaste liefde, maar eigenbelang en landsbelang. Het weeshuis en het rasphuis staan eigenlijk symbool voor twee verschillende visies op mens en samenleving. Bij het weeshuis daar geldt de naaste liefde en bij het rasphuis daar telt het nut en het eigenbelang. En die laatste die kennen we maar al te goed in onze samenleving, maar die eerste, die van de naaste liefde, die is wat uit beeld geraakt. En ik probeer in mijn onderzoek te achterhalen waar die omslag precies vandaan komt. En dat doe ik door ad fontes te gaan, terug naar bronnen, naar oude theologische en filosofische teksten. Onze denkbeelden over het goede leven, de dingen die ons heilig zijn, ze komen op een of andere manier uit het verleden. En de uitdaging van historisch onderzoek is om die voedingsbodem bloot te leggen. Om zo te begrijpen waar we vandaan komen en om ook te zien wat we onderweg zijn kwijtgeraakt. Wat ik in mijn onderzoek probeer te achterhalen is hoe het komt dat we in economische theorieën ervan uitgaan dat mensen handelen uit eigenbelang. Hoe het komt dat het eigenbelang de naaste liefde heeft verdrongen. Waar ik eigenlijk op hoop is dat we die naaste liefde weer wat meer kunnen terugbrengen in onze economie. Dat we erachter komen dat niet het eigenbelang, maar de naaste liefde binnen een economische context uiteindelijk de beste bijdrage aan het goede leven geeft.